De JSF vliegt, maar niet 's nachts en niet bij regen. Een tweet van SP-politicus Jasper van Dijk. Een voorbeeld van Wet Verhavenmon ergeret. JSF is gewoon all-weather inzetbaar. Sterker nog, daar ligt zelfs een toekomst en daar ligt zelfs het grote voordeel wat we hebben ten opzichte van de vierde generatie fighters. Dat we, niet alleen bij nacht, want dat kunnen sommige vierde generatie fighters ook, maar ook bij alle weersomstandigheden die troepen op de grond kunnen ondersteunen. Dus onafhankelijk van direct zicht op de grond. Verhaaf wil nou graag zien kant van het verhaal, Jere Litte. Hij vindt dat de beeldvorming op het stuit heel negatief is. Wil de tastel haskleer is maar testen en goed voldoet. Hij volgt de discussie binnen de PvdA op de voet. Zo vreegt die partij hem al wat zo'n 30 tastellen wel genoeg binnen voor de uitvoering van de taken van de luchtmacht. Dat ligt eraan wat de ambitie is. Als u mij vraagt of we daarmee uitzendingen voor onze rekening kunnen nemen, dan zeg ik ja, dat kunnen we. Want het is natuurlijk wel een nieuwe generatie toestel, dus de verhoudingen onderhoud en inzet liggen iets anders. Die lagen in het begin bij de F-16 ook anders. Dus dat kunnen we. Continue uitzendingen 20 jaar lang, dat gaat niet meer. In de dwarpen om de vleermbasis hinnen is er angst voor loodsoerlijst. Verhaaf begreep dat, maar zei dat dat tafvallen zil. Alleen u moet ook beseffen dat de motor twee keer zoveel vermogen heeft als de motor van de F-16. Dus waar we bijvoorbeeld naar kijken is aan- en afvliegprocedures, profielen, waarbij een F-35 waarschijnlijk, en dat weten we nu al, steiler kan klimmen, waardoor de footprint van het geluid, dus de ervaring van het geluid op de grond, beperkter kan zijn. De F-35 is goed voor de werkgelegenheid, neffens Verhaaf. Ik in Ljouwert. Met de keuze voor de JSF en ook het feit dat de F-35, de JSF, op Leeuwarden gestationeerd wordt, betekent alleen al dat Leeuwarden voor de komende 30, 40 jaar open blijft. Dus puur en alleen, als je alleen al naar die vliegbasis kijkt, ja, dan garandeert dat het voortbestaan van de vliegbasis en betekent dat we hier dus mensen aan het werk blijven houden.